Ja, je zou het niet zeggen, maar deze kleine sluipwespen hier zijn hele goede speurneuzen. Ze kunnen echt alle geuren opsporen, dus bijvoorbeeld ook drugs of vuurwerk. Ja, dat is bizar toch? Dit zijn dus eigenlijk dus de drugshonden van de toekomst. Hey Hans! Hey Nienke! Hey, dit is gek. Wij komen hier voor de sluipwes, want jij doet onderzoek naar de sluipwes. Ik zie alleen maar rupsen. Ja, maar die sluipwespen die komen uit rupsen. Want sluipwespen zijn insecten die leggen hun eitjes in rupsen. En die larven groeien in die rups. En als ze dan helemaal vergroeid zijn, dan komen ze uit die rups naar buiten gekomen. Dat kun je hier zien. Hè? Maar die rups die leeft nog. Ja, dat klopt. Want die rups die wordt een soort zombie. Die is gemanipuleerd door die sluipwespenlarfjes. En als die larfjes allemaal een cocon hebben gesponnen, dan gaat die rups ze verdedigen tegen rovers. Dat hebben die sluipwespjes van binnenuit gedaan. Ja, ja. Die hebben hem gemanipuleerd. Die hebben hem gemanipuleerd. Wow, best wel. Het is een zombie. En daarna gaat hij dood. Ik wilde aan je vragen hoe het komt dat jij sluipwesponderzoeker bent, maar ik begin het wel te begrijpen. Het is een super, super interessant dier. Ja. Echt ongelooflijk interessante en ook schattige dieren, maar ook wel een beetje gemeen. En waar doe jij eigenlijk precies onderzoek naar? Ja, ik ben er zo in geïnteresseerd omdat ze zo goed kunnen leren. Dus ze kunnen van alles leren. Het zijn, en vooral geuren. Het zijn eigenlijk net een soort speurhondjes. Dus je kunt ze leren om allerlei geuren te gaan zoeken. Bijvoorbeeld plantengeuren, maar ook dynamiet of drugs. En je zou eigenlijk een soort sluipwespen een drugshondje van de toekomst kunnen maken? Eigenlijk wel, ja. Maar ik zie ze hier vliegen. Dat lijkt me nou niet heel makkelijk om ze nou op trainingskamp te zien. Nee, maar je kunt ze heel goed trainen. Nou, dat kan ik wel laten zien, maar niet hier. Dat doen we in het laboratorium. Waarom heet een sluipwesp eigenlijk een sluipwesp? Ja, dat is omdat hij sluipt natuurlijk. Dat doen de meeste sluipwespen niet. Nee. Het is eigenlijk een soort roofdier. Dus ze eten eigenlijk die gassen, die rups op, maar dan van binnenuit. Dus het is eigenlijk een soort sluipmoordenaar. Ja, inderdaad. Want is dat niet heel erg pijnlijk voor die rups dan? Ja, dat lijkt er niet op, want die rupsen die gaan gewoon verder met hun leven. Die gaan direct nadat ze geprikt worden lekker door met eten. Maar hoe legt zo'n klein sluipwespje dan zijn eitjes in zo'n rups? Ja, dat doen ze dus met een angel, zoals bij een wesp die we allemaal kennen. Maar dan prikt hij dus in de rups. En dan komen daar de eitjes door en die komen dan in de rups terecht. Kijk, daar zijn ze, de sluipwespen. En je gaat ze nu loslaten op de rups? Ja. Maar zodra ze een rups ruiken, dan willen ze gelijk planten. Dan willen ze prik ze in dit rupsje. Wow. Dat gaat snel, hè? Maar je ziet het echt zitten, dat ze aan elkaar vastzitten. Ja. En hoeveel eitjes kan ze dan leggen? Iedere keer legt ze daar ongeveer 25 eitjes. Hoeveel eitjes hebben ze in totaal? Ze heeft bij elkaar in haar leven ongeveer 2.500 eitjes. Daarna is het op. En hoe lang leeft een sluipwesp dan? Ongeveer 3 weken oud. Nou, dat is niet heel lang. Dat is niet heel lang, want je zegt net dat je ze kan leren om drugs op te sporen. Maar binnen 3 weken, hoeveel drugs kan je dan opsporen? Daar heb je helemaal niks aan. Er staat tegenover dat ze heel snel leren. Ah, dus uurtje leren, 3 weken werken. Trainingskamp, sluipwesp. Ja, jongens, kom op, 10 rondjes de koker. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, beentjes hoog, knieën even, hat, 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 hat. Ze doen niks. Gebeurt nog niet zo heel veel. Nee, wat we gaan doen, is we gaan ze leren om de geur van bijvoorbeeld vanille, die zit in het potje. En die doen we straks op het papiertje. Maar ze ruiken vanille en ze krijgen een beloning, de gastheer, waar ze hun eitjes in leggen. En dat is in dit geval de pop van een vlieg. Nou, ik ga lekker voor een bakje koffie. Dus stap 1, de vliegpoppen, dat is eigenlijk de beloning, want ze vinden het heel erg lekker om daar hun eitjes in te leggen. Daar hebben we nu koffiegeur bij gedaan. Stap 2? Stap 2 is de wespen bij de poppen doen en de geur. En dat doe je met deze zuigbuis. Oké, dan. Oh. Staat je goed? Ja, dankjewel. Ik heb ze. En nu? Nou, tikken. Zo. Nou, daar zijn ze allemaal weer boven. Oh, god. Heel eens. Tikken, tikken. Goed zo. Ja. Prachtig. Goed, dus mijn beurt. We gaan ze even goed trainen op vanille, deze sluipwespen. There we go. Zo, jongens. Hallo.
Vriend, ik heb van hier voor je. Spats, spats. Naar beneden, jongens. En dat ding in je mond stoppen. Ding in je mond? Ja. Okay. En een klein beetje blazen. Vinger er weg aan, anders wil ik het niet. Fikkel! Tweede kant. Thijs heeft ook nog even trainingskamp nodig. Ja, goed zo. Ja? Nou, we dekken nu deze wespjes even af. Dan worden ze niet afgeleid door ons. Dan gaan ze lekker eitjes leggen. En hoe vaak moet je dit nu doen, wat wij net hebben gedaan, voor ze het hebben geleerd? Eén keertje. Nee, joh. Ja, en dan weten ze het zelfs 5 dagen later nog steeds. Ja, dat is wel inderdaad snel. En hoe kan het dat ze zo goed kunnen leren? Dat hebben ze nodig in de natuur. En ja, uiteindelijk moeten ze dat natuurlijk doen met hersentjes. En ook insecten hebben hersentjes. Dit zijn sluipwespenhersentjes? Ja, dit zijn sluipwespenhersenen die we hebben ingescand met een scanner. Zodat we in 3 dimensies kunnen bekijken en ronddraaien. Nou, wat je hier kunt zien is, hier zijn die bolletjes. En daar komt de geur binnen. Het leren van het insect, dus het bij elkaar brengen van de beloning en de geur, dat gebeurt hier in deze paddenstoel. Dus dat is eigenlijk een heel groot deel van de hersenen dat over geur gaat en over leren. Dus ja, daarom is hij zo snel. Ja. Ja. En je kan dus niet meer zeggen dat dieren met kleine hersens minder slim zijn. Nee, eigenlijk het tegendeel. Want die kunnen zoveel dingen met die hersenen. Ze kunnen vliegen, ze kunnen leren, ze kunnen zien, ze kunnen ruiken. Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Oké, nou dit zijn dus de wespen die je getraind hebt op koffie. Ja. En die gaan we nou in deze buis stoppen. En in deze buis komt aan 2 kanten komt lucht binnen. Mm-hmm. En aan deze kant komt de koffiegeur binnen. En aan deze kant komt de vanillegeur binnen. Ja. In het midden zit het gaatje. En daar doen we de wespen in. En dan gaan we kijken welke kansen oplopen. Dus, dit is Hanna koffiesluipwesp. Die wordt hier losgelaten. En als het goed is, gaan al deze wespen naar deze kant met de eerste koffielucht. Een klein beetje blazen. Oké, dan laten we ze weer even 10 minuten met rust. Dus we denken hem even af. Handklok met schoteltruc. Ja. En dan kunnen ze 10 minuten bedenken waar ze naartoe gaan. 3, 2, 1. Zo. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jongens. Is een duidelijke overwinning voor Team Koffie. 9 aan deze kant en 1, 2, 3. Score 9-3. Ik doe het ervoor. Nou, ik weet in ieder geval wel met alles wat je verteld hebt, Hans, vandaag, ik ga nooit meer een sluipwesp neerslaan. Heel goed. Maar waarom moeten we dat nou met z'n allen niet doen? Waarom zijn deze sluipwespen nou zo belangrijk voor onze toekomst? Sluipwespen zijn zo belangrijk omdat ze gebruikt kunnen worden in plaats van landbouwgif. Dus de sluipwespen die leggen hun eitjes in plaaginsecten. En dan komen er geen plaaginsecten meer, maar nieuwe sluipwespen. Wij noemen dat biologische bestrijding. En dat is natuurlijk veel beter dan bestrijding met landbouwgif. Dus dat kunnen ze nog eens doen buiten dat ze drugs kunnen opsporen? Dat is natuurlijk het belangrijkste wat ze doen. Dus, er zijn talloze soorten sluipwespen. Voor elke plaaginsect wel weer een andere. En die kunnen we allemaal inzetten voor onze schone toekomst. Joh.